Denk terug. Doet de naam Kenneth Brumley een belletje rinkelen? Hij werd beroemd als de halfton vader. Vraag je af wat er met deze man gebeurde? Kenneth Brumley slaakte een wanhopige zucht terwijl hij daar in zijn bed lag. Voor hem wachtte weer een dag zonder hoop. Al jarenlang aan zijn bed gekluisterd, had hij alle hoop op een kwaliteit van leven opgegeven. De titel van halfton vader was niet iets waar hij trots op was. Maar deze nogal onflatteuze titel bracht in ieder geval zijn benarde situatie onder de aandacht van de wereld. Geboren in 1968 werd Kenneth niet van de ene op de andere dag morbide obees. Tientallen jaren van slechte eetgewoonten hadden hem gebracht naar een punt dat velen zouden omschrijven als een punt van geen terugkeer. Met de kilo's die maar bleven toenemen, nam zijn mobiliteit geleidelijk af. Lang vervlogen waren de dagen dat deze getalenteerde jongeman zijn vaardigheden toonde op de basketbal- en honkbalvelden. Hij probeerde zelfs zijn hand in het Amerikaanse voetbal en toonde enige vaardigheid. Waar een gemiddelde volwassene ongeveer 30.000 calorieën consumeert in een periode van 2 weken, was dit wat Kenny elke dag van zijn leven at. Voedsel was het middelpunt van zijn bestaan geworden. Hoe minder hij kon bewegen, hoe groter hij werd en hoe meer hij troost vond in eten. Op 36-jarige leeftijd was deze vader van 4 kinderen aan bed gekluisterd geworden. Gedurende de afgelopen 7 jaar van zijn leven groef hij langzaam maar zeker zijn eigen graf met zijn tanden. Op de dag in 2018 dat het reddingsteam bij zijn appartement aankwam, werden ze geconfronteerd met een situatie die ongeëvenaard was. Ambulancemedewerkers worden geconfronteerd met veel gevaarlijke en levensbedreigende situaties, maar ze hadden nooit verwacht een volwassen man aan te treffen die op de vloer lag in een kamer die stonk naar lichaamsvloeistoffen en uitwerpselen. Op dat moment woog Kenneth maar liefst 463 kilogram, waardoor hij een van de zwaarste mensen werd die ooit hebben geleefd. Een lichaam van 463 kilogram is bijna onmogelijk voor te stellen. In eerdere jaren had Kenny een enorm versterkt kingsize bed dat hem tenminste een comfortabele plek gaf om te rusten. Naarmate zijn gewicht toenam, kon het bed hem eenvoudigweg niet meer houden en stortte het in onder het pure gewicht dat het 24 uur per dag moest dragen. De familie had geen andere keuze dan ruimte in te richten in de hoek van de kamer waar deze enorme man kon liggen. Het kostte wat overtuigingskracht om iemand te vinden die deze vader van een zekere dood zou redden. Het kostte heel wat planning om een team van mensen bij elkaar te krijgen die bereid en in staat waren om Kenneth uit zijn appartement te halen en hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Een team van brandweerlieden waren de enige mensen die deze enorme taak konden aanpakken. Met Kenneth daar op de vloer kon hij nauwelijks zijn hoofd bewegen en was er nog een klein beetje mobiliteit in zijn armen. Voor de rest van zijn lichaam was er geen manier waarop hij kon bewegen of de verhuizers kon helpen om hem uit de gevangenis te krijgen waar hij de laatste 4 jaar van zijn leven aan vastzat. Op 40-jarige leeftijd was Kenneth zeker om te sterven aan obesitas. Zijn hart kon het leven in dit oversized lichaam niet volhouden. Hoewel de mensen die van deze man hielden hun best deden om voor hem te zorgen, was er geen manier waarop hij goed gewassen kon worden en hygiënisch schoon kon blijven. Niemand had de mogelijkheid om zijn bestaan om te draaien en hem te wassen. Sterker nog, deze man had minstens 4 jaar lang geen fatsoenlijk bad gehad. Later beschreef een brandweerman de geur in Kenny's appartement als die van opgestapelde luiers die al jaren niet waren weggegooid. Als het niet voor zijn medelevende aard en zijn toewijding om mensen te helpen was geweest, zou hij ervoor hebben gekozen om de missie af te breken. Met bijna militaire precisie werd de operatie om Kenneth naar het ziekenhuis te krijgen uitgevoerd. 1 verkeerde beweging had gemakkelijk een hartaanval kunnen veroorzaken. De deuropeningen waren te smal om het lichaam door te krijgen, dus er was geen alternatief dan een muur neer te halen die de hulpdiensten toegang gaf via de garage. Na deze kolossale onderneming werd Kenneth eindelijk op een brancard vervoerd door een groot team van sterke mannen en voorzichtig in een bestelwagen geplaatst. De reis naar het ziekenhuis moest met nauwgezette medische supervisie worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat hun geredde patiënt nog steeds ademend en met een vechtkans in het ziekenhuis aankwam. Het is moeilijk voor te stellen dat Kenneth Brumley ooit een veelbelovende atleet was. De druk begon hem parten te spelen toen hij in zijn late tienerjaren zat en hij ruilde zijn obsessie voor sport in voor een obsessie voor voedsel. Terwijl hij heel actief was, kon zijn lichaam de enorme hoeveelheid calorieën verbranden die hij consumeerde. Toen hij minder actief werd, maar dezelfde hoeveelheid calorieën bleef consumeren, begon hij snel aan te komen. Kort nadat hij tijdelijk van Texas naar Californië was verhuisd, werd zijn voedselverslaving snel erger. Een levensstijl gevuld met chili cheese fries, hamburgers en liters frisdrank deed hem al snel enorme hoeveelheden gewicht aankomen.
Het toevoegen van een doos bier per dag aan zijn dieet hielp zijn zaak niet. Hoewel Kenneth vaak dacht zijn leven om te gooien, had hij gewoonweg niet de wilskracht. Hij was in verschillende straatbendes beland en volgde de levensstijl die ze hadden. Naarmate zijn gewicht begon te groeien, had hij regelmatig grotere broeken nodig. Met het geld dat beschikbaar was om deze van huisgemaakte maaltijden verstoken levensstijl te handhaven en geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven, ging hij op weg naar zijn eigen ondergang. Wat zou een wake-up call zijn voor een persoon die deze destructieve weg inslaat? Op de dag dat Kenneth in een auto reed met een van zijn kinderen aan zijn zijde en er meerdere schoten op de auto werden afgevuurd, besefte hij dat hij zijn kind in gevaar bracht en dat hij zijn kinderen waarschijnlijk niet zou zien opgroeien. Hij zou ofwel gedood worden door het bendeleven, of zijn lichaam zou op een dag bezwijken door zijn obesitas. Als gevangene in zijn eigen lichaam had Kenneth hulp nodig om te ontsnappen. Gelukkig was een beroemde bariatrische chirurg in het Renaissance Hospital in Houston, Texas bereid om te helpen. Kenneth begreep dat hij zonder radicale verandering in zijn leven misschien niet veel tijd meer had om te leven. Het programma van Channel 4 toonde direct interesse in het verhaal en begon met het filmen van een documentaire die bekend staat als The Half Ton Dead. Het was geen gemakkelijke ommekeer voor Kenneth. Hij moest zich houden aan een zeer strikt dieet, waarbij hij zijn calorieinname beperkte tot ongeveer 1500 calorieën per dag. Voor bijna de eerste keer in zijn leven moest gezond voedsel de focus van zijn maaltijden worden. Er was geen ruimte meer voor junkfood en bier. Elke pond die hij verloor betekende overwinning. Tot ieders verbazing slaagde Kenneth erin om maar liefst 154 pond te verliezen in 40 dagen. De artsen waren tevreden dat deze man bereid was om het werk te doen en zich aan het dieet te houden. Met de eerste bijna 70 kilogram weg voerden de artsen de eerste operatie uit en verwijderden verschillende grote vetplooien van zijn benen en maag. Het maakte een enorm verschil voor zowel het lichaam als de psyche van Kenneth. Nadat de wonden van de operatie waren genezen en Kenneth de tijd had gehad om kracht terug te krijgen, voerden artsen een maagomleiding uit om hem te helpen bij de lange weg om zoveel mogelijk gewicht te verliezen. Hoewel Kenneth wist dat het even zou duren voordat hij weer enige mobiliteit terug zou krijgen, verwachtte hij niet een heel jaar in het ziekenhuis door te brengen. Na het verwerken van het nieuws besefte Kenneth dat hij het voorrecht had om alle zorg en ondersteuning te krijgen die hij nodig had om te genezen en gezonder te worden. Hij dacht terug aan de dagen dat hij gewoon in bed lag, televisie keek en bergen junkfood at. Hier in het ziekenhuis werkte hij hard om zijn mindset over voedsel te veranderen en de wilskracht te herwinnen om een gezonde en productieve levensstijl te leiden. Een van de belangrijkste redenen waarom Kenneth zich aan het programma hield, was het feit dat hij 4 kinderen had en hij wist dat als hij zijn leven niet zou veranderen, ze binnenkort zonder vader zouden zijn. Dat was iets dat hij niet wilde dat ze zouden meemaken, want hij wist wat de afwezigheid van een vader met een kind kon doen. Na een jaar lang in het ziekenhuis ging Kenneth eindelijk naar huis in 2019, met een gewicht van 531,3 pond ofwel 241 kilogram. Het was een bitterzoete dag, want nu stond hij voor de uitdaging om door te blijven gaan met afvallen, terwijl hij werkte aan het terugkrijgen van zijn mobiliteit en probeerde voor het eerst in meer dan een decennium weer te staan. Wat is er gebeurd met Kenny? Er zijn geen recente updates over deze man die ooit een van de grootste mannen was die op deze aarde leefde. Misschien heeft hij ervoor gekozen om zichzelf uit de publiciteit terug te trekken nadat een jaar lang zijn elke beweging was gedocumenteerd en op televisie was uitgezonden. Er is geen verslag van het overlijden van Kenneth Brumley. Dit betekent dat Kenneth nog in leven is en het goed maakt, één van de vele succesverhalen van gewichtsverlies die het leven van een persoon hebben gered. Heb jij medelijden met morbide obese mensen? Geloof je dat deze uitdagingen voor gewichtsverlies op lange termijn resultaten opleveren? Deel je gedachten, abonneer je vandaag nog op ons kanaal en deel de link met vrienden. We waarderen echt je steun.